Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Ik weet eigenlijk niet welke datum het is. 4 mei. 4 mei natuurlijk, ja. Stom. Het is nog best wel vroeg, want ik moet zo meteen weer bijles geven. En ik ga weer een leuke week voor jullie vloggen, waar ik heel veel zin in heb. In ieder geval, als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik kan niet super hard praten, want iedereen ligt nog te slapen. Ik ga dus nu naar mijn moeder toe. Dan ga ik daar bijles geven. En ik heb me dus al helemaal klaargemaakt. Ik heb gewoon een zwarte trui aan. En een nieuwe broek van Naked. Die ik zelf heb gekocht. Kan je zien in de vorige week vlog. En ik ga dus nu mijn tas inpakken en dan ga ik weg. Ik denk dat ik mijn camera dus hier laat om hem even op te laden. Want hij gaat echt heel snel leeg de laatste tijd. Dus dat. Ik ben klaar met bijles geven. Dat heb ik dus bij mijn moeder gedaan. En ik ben dus nu klaar. En dan zie ik weer mijn kamer. Dan denk ik, oh, het is zo rustig. En dat heb ik hier dus echt totaal niet. Want alles is hier veel en extra. Ook al is het een hele grote kamer. Maar ik denk dat ik beter gewoon eerst de kamer bij mijn moeder helemaal af kan maken. En dat ik daarna deze kamer ga doen. Anders wordt het een beetje te veel in één keer. En dan kan ik daar ook nog een aparte video van maken. Dus dat. In ieder geval, ik had vorige week aardbeien met chocola gemaakt. En ik zag nu aardbeien staan. En ik weet dat niemand ze anders op gaat eten. Dus ik ga ze nu maken met chocola. En voor de rest, weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik moet wel vanavond werken. En ik moet dus tot 19:30 dan snel naar huis. Want dan kunnen we om 8:00 twee minuten stilte houden. Dus dat in ieder geval. Ik ga nu even die aardbeien met chocola maken. Oké, ze staan in de koelkast. Ik heb ze dus nu op een bakpapiertje gedaan. Dus ik hoop dat ik ze er dan wat makkelijker af kan halen. En ik ga nu even dit opruimen. Daar was helemaal mislukt. Ik had er hagelslag in gedaan, maar dat lukte niet. Ik ben al een tijdje klaar met werk. En ik moet ook echt mijn kamer gaan opruimen. Het is echt een zooi. Maar ik moet ook nog wat dingetjes voor school doen. Want ik moet morgen de hele dag werken. 5 mei. En ik ga morgenochtend ook even skileren. Maar ik wil dit in ieder geval even af hebben. Dus ik ga dat nu even voor school doen. Ik ga straks ook nog die aardbeien even proeven met chocola. Zijn wel minder goed gelukt dan de vorige keer. Maar ja. En voor de rest. Ik ga morgenavond met Yveske en Celia. Gaan we Temptation Island kijken. Dus dat is heel gezellig. Oh nee, dat is niet morgen. Dat is overmorgen bedoel ik. En ik moet dus zo even mijn kamer opruimen. Want ik word echt gillend gek hiervan. Oké, het is vandaag dinsdag. Dinsdag 5 mei. En ik heb vanochtend al geskielerd, best wel vroeg. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus daar ben ik blij mee dat ik dat heb gedaan. Ik moet het ook weer echt een beetje gaan oppakken. Ik heb daarna gedoucht. Ik heb me klaargemaakt. Ik moet nu van 12 tot 6 werken. Dus dat is wel een beetje stom. Maar ja, in ieder geval andere dagen ga ik wel nog wat leuke dingen doen. Dus ik heb me dus klaargemaakt. Ik ga zo meteen nog heel snel even wat eten en dan ga ik weg. En dan zien jullie mij na werk weer. En dat is dan rond 6, 7 uur denk ik. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik weet niet of de timelapse helemaal is gelukt. Want het licht was een beetje slecht. Ik heb ook even het nieuws gekeken. Ik kijk dus altijd hier dan ook gelijk het nieuws. Dan heb ik dat ook gedaan. Ik ga zo meteen naar mijn moeder toe om bijles te geven. Wat ik aan heb is deze witte kooltrui. En deze spijkerbroek. Die ik heel chill vind.
Ja, ik ga even snel mijn spullen inpakken, want ik moet een beetje opschieten. En dan zal ik daar weer filmen, want ik moet even een aantal dingetjes doen vandaag. Oké, ik was nog vergeten om bij te maken, dus ik ben dit water heel snel aan het koken. Appels erbij, havermout erbij. En ik had nog blauwe bessen. Oké, en ik heb er nog even wat blauwe bessen bij gedaan en kaneel. En dit is mijn ontbijt. Ga ik nu even lekker opeten. Oké, mijn bijles is klaar. Oh, ik moet echt opletten op mijn kamer niet filmen met mijn moeder voor de video. In ieder geval, ik ga zo meteen even dit pakketje van Naked, want ik had één broek die ik dus terug ga brengen. En ik ga dus nu beneden even wat eten maken. Even een broodje in de oven doen. En vanmiddag ga ik dus dat pakketje wegbrengen. Ik moet ook even aan mijn stage en ik moet nog een opdracht inleveren voor school. Dus dat moet ik ook gaan doen. Dus ik heb wel nog een aantal dingetjes om te doen. Ik ga in ieder geval nu even beneden lekker een broodje maken. Mijn moeder is nog even bezig met werk. Dus ik kan wel filmen, maar niet praten. Ik laat even onze kookkunsten zien. Is dat zo? Ja. We hebben 12 minuten klaar. Oké, ik heb gegeten en we gaan nu... Mam, kan ik een trui aan of is dat te warm? Oké. Okay. Het is raar als ik nu een trui eroverheen doe. Ja, snap. Ja, hoeft echt niet. Nee, oké. Nee. Dan ga ik nu even dat pakketje brengen. Terug. Ik heb een aantal dingetjes gekocht. Ik heb mijn pakketje even weggebracht. Dat is dus nu een nieuwe DHL punt. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Dus niet heel veel hoor. Een nieuwe wimperkruller. Want die van mij heeft in hoe zeg je dat, in het rubber een klein beetje een gat gekregen. En ik ben bang dat anders mijn wimpers erin vast blijven zitten. Dan heb ik een nieuwe Garnier micellair water. En deze is met rozenwater. Ik dacht dat is wel fijn. En dan ruikt het ook lekker. Dus ik heb er twee gekocht. Eén voor bij mijn moeder, één voor bij mijn vader. Zo kan ik mee op de sjouwen. Dan heb ik een nieuwe witte poeder en een nieuwe concealer gekocht. Ik heb hem deze keer een 020. Dus ben ik zo bleek. En nieuwe clipjes voor in mijn haar. Dus ik heb er een aantal nieuwe dingetjes. Voor de rest, ik ga dus nu naar mijn vader. Ga ik weer aardbeien maken met chocola. Maar nu voor vanavond. Want vanavond komen Eifke en Celia naar mij om Temptation Island te kijken. Dus ik dacht, dat is wel leuk om dan even te maken. Daarna moet ik iets voor school doen. Want dat moet morgen ingeleverd worden. Dus er is nog werk aan de winkel. En ik ga dus nu naar mijn vader om dat te doen. Oké, ik heb een pakketje ontvangen. Maar deze is voor moederdag. Dus ik kan het even niet laten zien. Dus die krijgen jullie nog te zien. Ja, ik ga dit nog wel even leuk inpakken. Want het doosje lijkt ook wel gewoon veel te klein. Ik hoop niet dat die is beschadigd. En ik zal even de aardbeien laten zien, want die heb ik dus helemaal afgemaakt. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik was gisteren dus met Eifke en C, maar ik heb echt niks gefilmd, dat was ik vergeten. Volgens mij alleen de hapjes en zo die we hadden. En ik heb dus nu voor het eerst om 10 uur een online les. Terwijl ongeveer de corona bijna voorbij is. Nee, dat is ook niet zo, maar ik vind het echt belachelijk dat dit mijn eerste online les is. Maar het is niet anders. En Floor en Vos komen zo naar mij. Want we zitten bij elkaar in de klas. En we moeten met z'n drieën een opdracht inleveren die we dus samen doen. En daar moeten we echt nog heel veel aan doen. Dus we moeten ook een koffer maken met spullen en zo. Nou, ik zal het straks wel uitleggen. Dus dat moeten we samen echt gaan doen. Ik heb een smoothie gemaakt. En ja... Ik ben dus nog heel even bezig met die opdracht voordat ze komen. Dan hebben we dus die online les daarna. En ik moet echt nog eventjes kijken hoe we dit allemaal gaan doen. Ik hoop wel dat ik het heb opgeslagen. Want ik zie het er nu niet bij staan. En hier krijg ik heel veel stress van. Even kijken. Documenten. Beeldvormers.
Het is er nog. Dus ik ga nu verder en dan zien jullie mij zo als Voska en Floor er zijn. Oké, wij liggen lekker in het gras. Op 1,5 meter. Oh, ik ben echt wit. Nu ben ik echt een melkflesje als ik zo film. Zo. Lekker zo die bralet. We gaan zo weer verder met onze koffer. Ik zal nog even vertellen, heel kort, hoe dat het inhoudt. Dat ik heb mensen... niemand. Zo, maar mensen vragen altijd over schoolopdrachten. Echt? Ja. Oké, nou dan leg ik het wel niet uit. Als jullie het wilden weten. Oké. Vos en ik zitten in de auto en we hebben vandaag echt te veel gegeten, dus we gaan het er even aftrainen. Ja, maar je moet wel zeggen dat we heel veel aan school hebben gedaan, want dat is echt goed. Ja, we hebben echt heel veel aan school gedaan. We hebben onze koffer ingeleverd. Mij wel. Nou, dus wat we gaan doen is even een rondje op het strand lopen. Ja, het is nogal licht, toch? Het is nu pas 7:30. Ja, het is wel wel romantisch trouwens. En dan gaan we een rondje op het strand lopen en daarna even wat eten. Maar eerst even eraf trainen. En ik moet even die airco. Oké, Vos en ik zijn dus op het strand. Ik heb mijn camera ligt nog in de auto. En we kwamen aan. En dus zonder een paar mensen te wachten. En we zitten dus nu hier gewoon helemaal alleen. Alleen, ze hebben dus iets gevonden in het zand. Een explosief of zo. Ja, dat zei dat jongetje. Ja, en die zijn ze dus denk ik of onschadelijk aanmaken of ze gaan het laten ontploffen. Dus iedereen moet helemaal ver weg. Voor de mensen die het willen weten, we zijn in Wassenaar. Ik zal het eventjes filmen. Dus wij zitten gewoon hier. En niemand mag verder dan dat. En hier zijn ze dus aan het graven. Dus we zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik vind het echt heel eng. Eén. Oh, was dit het? Ik dacht echt wel helemaal. Hoezo is hier het hele strand eraf gezet? Nou, dat... Oh, wat erg. Oké, nou, Vos en ik hebben gelopen. Toen hebben we heel veel calorieën verbrand. Dus we dachten, we kunnen wel even lekker naar... Oh, ik heb nog een bon van de Mackie, hè? Ja, ik zag dat liggen. Huh? Waarom heb je dat net niet gegeven? Ja, dat was ik even vergeten. Ja. Maar dat is, moet je, dan krijg je ook ijsjes en zo. Dan krijg je ook ijsjes. Oh ja. Oké, dus we hebben Mackie gehaald. Heel lekker. Dat gaan we nu even eten. Nee, Kijk, dan vol dit. Chill. Nee, wat het dus was, ik had dus een keer een Mac besteld. Nee, we hadden een Mac gehaald. Toen kwamen we thuis, er zat gewoon de helft er niet in. Maar ja, we hadden geen zin meer om terug te gaan. Oh, en toen hadden we echt... Toen had je vader nog gebeld. Ja, toen had mijn vader gebeld. Toen kregen we zo'n bon van de McDonald's dat we gratis Mac konden halen. Ja, dat heeft je verteld dat je altijd gedoe ermee hebt. Ja, maar dat komt ook omdat mijn vader dus niet kijkt. Ja... Hij denkt gewoon, ik vertrouw het wel. Maar je moet altijd controleren, jongens. Altijd controleren. Ik weet niet. Ja. We gaan even doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik heb alleen mascara op. Want ik ga zo meteen lekker skileren. Ik moet ook echt mijn haar wassen. Maar het maakt allemaal niet uit. Want het is heel lekker weer. Dus waarschijnlijk ga ik het wel heel warm krijgen. Ik heb hieronder ook gewoon een t-shirt aan hoor. Dus ik ga zo meteen skileren. Echt zin in. Daarna moet ik iets voor stage doen. Het was gisteren echt super gezellig met Voska en met Floor. En we hebben de opdracht voor school helemaal afgekregen. We moesten dus een koffer maken met 6 lessen over migratie. En daarna moesten we die koffer ook vullen met beeldvormers die daar mee te maken hadden. Ik zal misschien wel even een foto in beeld plaatsen. Of dat heb ik misschien al gedaan. Dus ik ga even snel nog 1 ding pakken en dan word ik zo opgehaald. En dan lekker skileren.
heb een groot rondje geskilerd. En ik was echt helemaal rood. Omdat ik natuurlijk ook bijna geen make-up op heb. Maar het is zo lekker weer. Dus ik ga even op mijn balkon zitten. Ga ik even vlogjes kijken. Gino staat daar. Nou ja, dus ik ga dat even doen. En hoop ik een beetje een kleurtje te krijgen. Want het is echt vreselijk. Ik ben echt helemaal wit. Dus ik ga even mijn oortjes pakken. En dan lekker even op het balkon zitten. Sorry voor mijn hoofd. Oké, ik heb de hele tijd in de zon gelegen. En ik wilde dus naar mijn wenkbrauwen verven. En dat is wel goed gelukt. Maar ik dacht, het is ook leuk om voor de grap een keer sproeten bij mezelf te maken. Waarom heb ik dit gedaan? Dit is zo dom. En op de camera zie je het niet heel erg. Maar ik sta echt verschut. Het ziet er meer uit als een soort van bokkel of zo. Oh, wat erg. Ja, mijn huid is nu ook helemaal rood. Maar waarom heb ik dit gedaan? Nou, ik schaam me echt dood. Nou, hier moet morgen dus echt een lekkere laag foundation op. Maar ja, mijn wenkbrauwen zijn goed gelukt. Want nu zit er dus niks in mijn wenkbrauwen. Alleen, oh, wat erg. Ik ben dus bij mijn moeder. Ik zie er echt niet uit. Ik moet morgen heel vroeg werken. Ik heb een heel groot pakket van de Xenos. Maar dat komt dus in de video waar ik mijn kamer ga doen. Van afstandje zie je de sproetjes niet echt. Maar ik heb me echt kapot gelachen. Ik ga de gordijnen dicht doen. Dan ga ik in bed lekker serie kijken. En dat pakketje ga ik dan morgen in de boxen. Ja, dat ga ik morgen doen. Het is vandaag zaterdag. En het is 3:10. Eva kan hier elk moment zijn. Want we gaan even buiten gewoon lopen. Het is echt heel lekker weer. Ik heb al, ik moest vanochtend om 7:00 werken. Om 6:00 bedoel ik. Dus ik heb al een hele dag erop zitten. En ik heb net even gedoucht. Ik heb niet geen foundation opgedaan. Zodat het nog een klein beetje bruin kan worden. Ik heb mijn gezicht gescrubt. Dus mijn sproeten zijn helemaal weg. Ook al vond ik het nog meevallen hoe erg het was. Ik wacht dus nu op Eve. En ik ga zo even mijn pakketje unboxen van de Xenos voor de andere video. En ik weet nog niet precies wat we allemaal gaan doen. Ik moet ook nog voor morgen moederdag cadeautje even ophalen. Want die ligt nog bij mijn vader. Dus dat gaan we doen. Ja, we moeten even kijken. Dus wel heel gezellig dat we samen eventjes iets gaan doen. Nou, maar ik ben deze week echt... Ik maak geen grap voor de vierde keer bij de McDonald's. Maar we wilden alleen een ijsje halen, maar dat was een beetje uit de hand gelopen. Oké, ik weet. Er is toch niks anders te doen. Er is niks anders te doen in het leven. Ja, het is beter dit dan dat we naar het strand gaan met iedereen. Precies. Vind ik ook. Zo. Nou, we kwamen dus door de McDrive. En die vrouw die de bestelling opnam, die begon zo. Zeg maar, zo. Dus wij zeiden het zo. We konden niet eens nadenken, we voelden helemaal zo druk. Ja, ja. Ja, 13:20 doorrijden. Ja, dat was het echt. We zijn een beetje gestrest. Het is wel warm nu in de auto. Oh, we moeten even kijken of alles klopt. Oh ja. Of die macroket. Mag ik al even deze weg, ja? Ja, we hebben nog een frietje. Oeps! En ook hier zit ook twee saus in. Ja, want ik heb hier wel geen sausje. Oké, nou dan hebben we toch dit. Ik heb een Happy Meal, jongens. Wat voor speeltje heb je? Oh, maar ik zei een grote friet. Of zei ik dat niet? Ik weet het niet meer. Oh, wat schattig. Curvy. Oké, nou. Doei. Oké, het is inmiddels 8:00. En ik heb net een trui aangedaan. Want ik zit lekker op het strand. En het is echt heerlijk. Er is nog lekker een zonnetje. Ja, waarom gaan ze met die auto's racen hier? Echt vreselijk, van die speelgoedauto's. Doe jongens, 1,5 meter. Ja. En we hebben wortels, blauwe bessen, soesjes. Straks neem je hier een hap van, heb je echt zo'n hap ijs. Ja. En we hebben broodje, gewoon wat drinken. En we gaan hier even gewoon lekker zitten.
wel lekker. We hadden dit eigenlijk gewoon de hele dag. Zij is helemaal rood gewoon geworden. Ze hebben al gewoon kleur gekregen. Dan hadden we lekker kunnen tannen. Zou ik toch ook bij je op staan rijden? Bij allebei wel. Ja. Ook al zie je dat nu niet hoor. Maar, Lisa ook. Ook dacht ik een Mew zag, maar dat is een plastic zak. Oké, dus wij gaan nu even lekker wat eten. Oké, we hebben niet zoveel brood gegeten. We hebben soesjes gegeten, die waren bevroren. En de zon, de zon gaat nu echt precies net mooi onder. Kijk maar. Zie je? Ja. Een beetje orange. Een beetje oranje bedoel ik. Oké, maar we hebben het echt mega koud. Dus we gaan even een stukje lopen en dan gaan we weer naar huis. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En het is vandaag moederdag. Ik heb er al best wel een dag op zitten, want ik heb vandaag al gewandeld met mijn moeder. Cadeautje gegeven, we hebben even lekker geluncht met mijn broertje er ook bij. Ik heb me nu net opgemaakt en hier, dit is mijn nieuwe spiegel. Alvast iets wat in de video komt van mijn kamer makeover. Ik weet nog niet precies hoe het eruit gaat zien, maar ik vind dit al echt heel mooi. En ik mag dus ook posters bestellen bij Decennio met een kortingscode ook voor jullie. Dus dat is ook heel erg leuk. Dat komt er ook nog allemaal aan. In ieder geval, ik moet zo werken. Dus dat is wel een beetje stom. Daardoor ga ik ook eigenlijk niks doen. En ja, ik heb mijn make-up dus wel gedaan. Ik had daar wel even een timelapse van kunnen maken of zo. En ik ga dus over een week mijn nagels laten doen. Eindelijk weer. En ik wil dus ook naar de kapper. Ja, in ieder geval de punten moeten eraf. Dit, zo. En mijn haar is best wel snel gegroeid. Ik had highlights gedaan. Het is best wel een beetje uitgegroeid. Dus ik moet even kijken hoe ik het precies ga doen. Ik heb wel een wat te witte foundation op. Want mijn gezicht is een beetje wit. Maar ik ga me nu omkleden voor werk. En dan zal ik daarna nog even wat filmen. Het licht is echt heel erg blauw. Ik weet niet waarom. Ik ben klaar met werk. En we hebben net lekker gegeten. We hadden zelf pizza's gemaakt. Super lekker. En ik ga nu lekker in bed mijn vlog bewerken. Want die moet natuurlijk morgen online. Ik hoop dat die een beetje leuk is geworden. Ik weet dat ik deze week wat meer mensen heb gezien dan de weken ervoor. Maar ja, gelukkig wel op 1,5 meter. Ik ga mijn make-up eraf halen, de vlog bewerken. En hoop ik jullie snel weer te zien bij een volgende video. Doei doeg. Ik zei het zo. Ik kon niet eens nadenken. Ik voelde helemaal zo druk. Ja. 13:20 doorrijden. Ja.